is ontstaan toen ik als 5-jarig meisje met mijn ouders in Hastings een pub binnenwandelde. En daar zat een harpist te spelen en daar was ik niet meer bij weg te krijgen. Hoe ze speelden, het was gewoon alom betovering. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de weg van het meesterschap in plaats van het conservatorium te volgen. En in de vorm van meesterschap vond ik dat ook wel heel toepasselijk, omdat mijn lerares Japans is. En daar heb je natuurlijk helemaal de cultuur van meesterschap. En wat ik zo mooi vond aan dat zij mij les wilde geven, was eigenlijk dat zij op een hele fijngevoelige manier haar harpen speelde. En ook in die fijngevoeligheid, dat kan zowel echt heel grof zijn als fijntjes, maar dat ze daarin haar emotie goed ten gehore bracht. En dat wilde ik van haar leren. In plaats van alleen maar muziek te spelen zoals het staat en zoals het voor je neergezet wordt en zoals je het dan leert, maar dat je het ook echt met de juiste intentie naar buiten brengt. Dit is mijn nieuwste aanwinst, de Eraharp. Een van de eerste concertharpen die er gebouwd zijn. En deze is ook echt 200 jaar oud. En ik ben ontzettend trots. Ik ben zo verliefd op dit instrument. Ja, denk ik van. En dat ik nu op dit instrument echt mijn muziek mag gaan maken en mag gaan geven. En dat er gewoon een 200 jaar oude ziel mag gaan zingen. Nou, dat is magnifiek. Mijn missie met harp spelen is eigenlijk om mensen ook dichter bij hun gevoel te laten komen. En zonder dat daar angst mee gepaard gaat. Dus eigenlijk dat ze een vorm van ontmaskering. En dan is het zo dat ik het altijd wel heel belangrijk vind dat die ontmaskering wel gepaard gaat met dat het als zuurstof dient. Dus niet als ontmaskering van zo en nou zie ik wie jij bent en zoiets. Maar dat je echt, dat mensen zoiets hebben van het is goed, het is oké, ik mag zijn wie ik ben. En dat dus, en als je dat dus bewerkstelligt, of als ik dat bewerkstellig in mijn spel, dan is dat een toegevoegde waarde in het moment. Dit is de harp voordat de oude dame bij mij terecht is gekomen. En deze harp heb ik speciaal laten bouwen. En is ook op de klankwens die ik had, is deze dus tot stand gekomen. Dus de diepe klanken moesten ook echt tot diep in de grond komen. Dus echt brommen. En de hoge klanken moesten echt heel transparant worden. Dus dat je dit hebt. En zo gaat hij dan echt van hoog naar laag. Dit is mijn troubadourharp. Dit harpje dat neem ik vaak mee als ik op vakantie ga. En als ik dan even niet echt een grote harp bij me wil hebben, maar makkelijk even in het veld wil kunnen spelen, dan heb ik deze bij me. En ik noem haar ook wel een beetje het hummeltje. En die is ook kleiner van klank. Die is heel zacht. Soms loop ik ook wel eens wandelen te spelen. Dus dan hou ik hem met één hand vast. En een programma heb ik eigenlijk nooit vooraf helemaal uitgekristalliseerd. Dus het is echt in het moment. Ik ga staan en ik heb mezelf dan inderdaad helemaal opengesteld. En op dat moment
stroomt alles vanzelf qua informatie, wat ik te vertellen heb aan die groep mensen, als ik inderdaad mag spreken. En anders doe ik het alleen maar op een manier dat het via mijn muziek te voelen is. En dan zeg ik wel eens een soort van stille kracht, als je als achtergrond je muziek ten gehore brengt. En op de voorgrond, dan is het gewoon in het moment en dan is het raken wie je mag raken en wie geraakt wil worden.